Goeiedag, woensdag 15 maart. Provinciale verkiezingen in Assen. Ik sta in Pelo, waar Geke, een bewoner van Verboeijen, als stembureaulid is. Ze is vrijwilliger, ze helpt mee, zodat iedereen kan stemmen en kan kiezen wat de provincie voor bestuurders krijgt. Ook voor het waterschap. Dit is een stembiljet. En je krijgt een potlood en dan mag je een rondje neerzetten op wie je stemmen wil. En dan is hij klaar, dan kun je hem in de containers gooien, die als hier staan. Groene bij de groene en de blauwe bij de blauwe. In Kloostervesten zit Henk. Zullen we daar even kijken met z'n allen? Ja, vanaf vanmorgen al heel veel mensen geweest. Over de 300 is er al geweest. En het is nog steeds druk, dus... Geke, wat doe je hier zoal? Mensen de weg wijzen maken naar de stembussen. Om die groene en de blauwe in de goede bus gooien. En de mensen vrolijk zijn, lachen. Dat doe ik altijd. Dus je bent een beetje gastvrouw hier? Ja, ik ben hier als gastvrouw, denk ik. En het gaat hartstikke goed. Heel leuk. Ja. Die groene in deze. En die blauwe in die blauwe. Nou, dankjewel. Hem, zou je uitleggen wat je allemaal mee moet nemen als je moet stemmen? Ja, stempas, je legitimatie, of paspoort. En dan krijg je zo'n papier en dan mag je invullen. Mag ik met jou mee om het in te vullen? Nou, als begeleiding, dan moet je wel toestemming voor vragen. Dat klopt. Ja. En dan ga je naar de stemhok en dan ga je invullen en dan... Ik help mee met het stembiljet aangeven of ze tellen, de mensen daarin in de bus gooit en een van de anderen in de bus gooit. Wil jij die al geven? Dan moet je erin. De rode moet daarin. De rode moet hierin? Ja, ja. Oké. Okay. En de groene aan die kant. En alle twee mogen ze erin? Ja. Twee keer, hè? Ja. Dan moet ik dan een streepje zetten. En dan, dat is alles. Dus, okay. Bedankt, hè. Dat zien ze, hè. Geke en ik, we hebben weer gestemd. Ja. Ik heb er een mooie potlood bij. En we hebben heel veel vrolijke mensen gezien. Ja. En wij gaan nu nog even verder met onze taak hier. Ja. Doei. Doei.